Als de dag weer eens versleten is, als dich door u verdreuvig bis, dan kieg eens nou dat filmboeket van mij. Die klaproos die te kleuren stijgt, wie zilver bleef je open geit, die druim wel van de nieuwe dag. Het Veldboeket is een van de bekendste nummers van Thij en Marij uit Tegelen. Het duo kreeg onlangs de Veldeke Oeuvreprijs uitgereikt. We hebben 30 jaar dit jaar eigenlijk een soort jubileum. We hebben allebei ervoor gekozen van, ach wat, jubileum 30 jaar, wat zit dat nou verder? Laten we toch rustig gaan. Op een gegeven moment kwam Veldeke bij ons uit van, we willen echt de Veldeke Oeuvreprijs gewoon geven. En zo heet voor ons die 30 jaar toch nog in dit jaar, want in oktober stonden we dan echt 30 jaar samen op de bühne, heeft dit jaar dan ook een gouden randje gekregen, ja. Marij, wordt het een verrassing? Ja, dat was zeker een verrassing. We wisten het wel al wat langer, maar mochten het tegen niemand vertellen. Maar eigenlijk is iedere blijk van waardering, boete, de applaus wat we natuurlijk bij de optredens kregen, is heel waardevol voor ons. Het geeft ons iedere keer weer een zetje in de rug om toch nog maar even door te gaan. Maar het was een grote verrassing. We horen al een heel deel prijzen, een gouden narrenkap en de Limbo Top 100 en nog een nummer, de Lester of zoiets, van de LVK of de LVK heet je. Ja, we hebben een keer het LVK gewonnen in 93. In 92 deden we voor de eerste keer mee, wordt wel gelijk tweede op eindpunt verschil. En in 93 holden we het LVK met een eerste plek en nog best wel 14 jaar lang in die finale gestaan. En we zien wat dat betreft in die 30 jaar dik en dubbel gelauwerd. Wat ze zei is de gouden narrenkap. Dr. Anders in de nul, hè, de Narre Universiteit Limburg. De Vot met Oeren, dat is zeer ludiek. Oeders eigen Tegelen. En dan niet vergeten de pannenkletsers, want Tegelen zien pannenkletsers. Dus een pannenkletser. Ja, de prijzenkast zit al bijna vol, joh. Ja. Als de bloemen dan weer sloot begon, dan is het met de dag gedoon. Maar morgen vroeg, dan zuist de mens bedraagd. Nou ja, als ik het die 30 jaar beschrijf en ik beschrijf de laatste 26 jaar, dan zeg ik, die zien perfect. Die eerste 4 jaar wisten we niet, kijk, de Wilstedt, hoe is dat geproefd op een buunstoorn. Op het einde van de meer is het toch een stuk verslaving. Hoewel, als ik mijn ding kan doen, vind ik dat leuk. Maar ik vind het niet leuk om bijvoorbeeld bij de Veldeke Prijs een ontvangst te nemen. Dan zwijg ik aan alle kanten. Dan voel ik me debo ongelukkig. Als ik mijn ding kan doen, vind ik dat leuk. Maar de eerste 4 jaar, ja, dat ging eigenlijk heel hard. Heel snel. Vooral het succes met het winnen van een eindjaar tijd. Worden we geloof ik in Tegelen bij de Liedjesmiddag eerste. In Belfort eerste. In Venlo eerste. We kregen de winnaar van de LVK. We brachten de eerste CD met het Veldboeket uit. Dat gaf toch druk. En we hebben gemerkt in de beginjaren dat het niet leuk was. Altijd met mijn auto, maar die deuren die knalden er soms goed weer. Omdat het spanning gaf, hè. Maar een x aantal jaren gaan ze aan elkaar wennen en kennen ze elkaar nukken. Ik ben wel klein, maar ik loop me niet gewoon klein krijgen. Ik was altijd wel gewapend tegen hem. En dat is misschien ook de kracht. We proden en proten nog altijd heel veel over de dingen. En zolang het maar niet tussen de gym blijf hangen, als er al een onoverkommelijkheid is. En de prootste over, dan kan ze dat weer wegvegen. Dan kan die wolk verbeteren en dan schijnt de zon weer. Tij, een OCD. Ja, toch volgen er mensen nog. Maar we merken gewoon dat de CD-wereld toch op zijn gaat leed. Dus zouden ze dan echt voor die fans moeten maken. En dan hopen dat bijvoorbeeld het basisaantal wordt afgenomen. Eigenlijk twijfelen we er nog heel erg over. Aan de andere kant, we vinden het ook heerlijk om zo door de provincie te gaan op onze manier, rustig aan, niet te vuur op in de avond. En misschien met 3 keer 11 jaar, als het 6 ton, dan begint het bij mij wel een beetje te kriebelen. Maar er zit ook weer gelijk mijn handicap, dan wil ik mezelf voorbij rennen. En dat is ook de kracht van de duo, zit ik goed, trekt mevrouw mij direct om leeg, zit ik diep, holt mevrouw mij goed de put. Ja. Ik heb een veldboeket geplukt, net stijden leuk, alleen verdiend. Een klaverbleedje van geluk, dat zoederlief alleen verdient. En dus geliefde wat ik zie, dat ik dit nooit vergeet.
dicht verteld. Ik heb geluk vuurdicht besteld. Mijn eigen smoel niet dicht verteld. Ik heb geluk vuurdicht besteld.